De Zeedijk. Van oudsher een uitgaansbuurt voor zeelieden. Vanaf de jaren 70 verandert de straat volledig van karakter. Drugs en criminaliteit maken er een no-go area van. 75, om de onafhankelijkheid, was het weer niet goed. Ben ik teruggekomen in Nederland met de hele familie. Toen waren er pas begin van de heroïne. In de 60e jaren, ik geloof de hippie tijd, had je alleen maar hashish. In 1973 kwamen de Chinezen met heroïne. Sowieso was het eenzaam. Ja, dat kan. Want als je gewend bent in Suriname, je weet hoe het gaat in Suriname. Je leeft als het ware in een soort commune. Je leeft bij elkaar. En ineens word je op een kamer gezet, alleen. Is het sowieso. En ik had geen vrienden hier. Ik wist niet waar ik het moet zoeken. Dus ging ik elke dag de straat op gewoon. En ik denk ook niet dat degene die richting Nederland kwamen, dat die, ja, die missen waarschijnlijk hun sociale leven uit Suriname. Dus die waren natuurlijk in de westerse wereld terecht. En die zullen zich waarschijnlijk ontheemd hebben gevoeld. Ja, wat ga je dan doen als je je niet lekker voelt, als je je niet helemaal senang voelt? Ja, dan ga je, of je gaat misschien, dan ga je, ja, aan de drank zou je kunnen beginnen. Maar ja, zij gingen aan de verdovende middelen. Dus toen dacht ik, hé, dan ga ik nou even proeven hoor. Want als iedereen het lekker vindt, dan ga ik toch even kijken. Ja. De eerste jointje, die was even lekker hoor. Maar daarna, dan voel je niks meer. Zo ben ik doorgegaan na 3-4 jaartjes. Toen dacht ik, hé, luister, dit is geen leven. De handel in heroïne concentreert zich rond de kop van de Zeedijk en de 4 opvangcafés voor Surinaamse verslaafden verspreid over Amsterdam. Optimisten schatten het aantal verslaafden in de hoofdstad op 1000. Pessimisten komen uit bij 20.000 junkies. Gisteravond werd de 43ste Amsterdamse heroïnedode van dit jaar aangetroffen. En toen begon ik een beetje te dealen op de Zeedijk. En van ja, dan ga je in de kou, dan ga je toch af en toe een trekje nemen. Dealen, trekje nemen, zo ging het op de Zeedijk. De hele tijd, bijna 10, vanaf 75. Wij Surinamers hadden de Zeedijk al. De Zeedijk was eigenlijk voor de Surinamers. Want wij hadden allemaal cafés daar, Emil's Place, Babalo, noem maar op. Meestal was het zo, dan kreeg je binnen het bureau Warmoestraat, wat ook misschien op 100, 150 meter afstand was van Emil's Place, kwam er weer een bericht binnen dat het weer een puinhoop was, of dat er geknokt werd. Nou, dan zag je een stroom van 10 dienders die vlogen het bureau uit. En die renden dan naar Emil's Place toe. En dat was het knokken geblazen. Er stonden echt zo'n 80 Surinamers stonden zo'n beetje. En ja, die lieten zich natuurlijk niet zomaar wegjagen. Ja, dus het was een heftig periode. Toeval wilde hebben dat ik, dat hij op de Zeedijk woonde. Ja. En hier zag ik toevallig veel Surinamers ook hier. Dus, hier trok mij een beetje ook de sfeer. De sfeer trok mij aan, want er waren ook bekende Surinamers hier. Groter, om hoeveel mensen gaat het ongeveer? Nou, wij schatten dat tussen de 1000 en 2000 jongeren. Dat is een heel groot aantal. Van. Ja, dat maakt in totaal 1/3 uit van totale drugbestand hier in Nederland. Met de komst van de Surinamers zien de Chinezen hun kans schoon. Ze zetten de Surinamers in als tussenhandelaren. Tegelijkertijd de Chinezen kwamen met de heroïne. En nou, in dat opzicht waren de Surinamers natuurlijk best te gebruiken als die tussenhandelaren. Het gevolg natuurlijk is dat de Surinamers nu de dupe slachtoffers zijn geworden van de hele situatie. Zo ging het. Chinezen kunnen verkopen, want ze hebben geen Nederlands paspoort, dan hebben ze een probleem. Maar wij kunnen dat doen, dus het was goed voor hen om met ons zaken te doen in Suriname. Pak gewoon kilo, neem, pak maar hier. Verkopen hier, breng het geld later. Het grote aantal verslaafden verdrijft de toeristen van de Zeedijk en jaagt de criminaliteit op. Eerlijk gezegd, het komt door de drugs. Want als je geen drugs gebruikt, dan heb ik geen zin om iemand te gaan beroven. Toch? Je hebt het niet nodig. Waarom zou ik iemand gaan beroven terwijl ik het niet nodig heb?
Dan krijg je gewoon het gevoel, dat had je nooit hier moeten komen. Of, ja. Of ik hier nooit was geweest, was het niet zou, zo geworden. Zou het anders gelopen zijn. Als je bezig bent met gebruiken, dan doe je je zaken niet goed. Dan heb je geen paspoort, je hebt hem verkocht of je hebt hem kwijtgeraakt. Je krijgt geen geld van de sociale dienst, want je vult je werk niet in. Je wordt opgeroepen, je gaat niet. Je geld wordt geblokkeerd, je doet geen moeite, want je bent de hele dag op de zeedijk. Je verdient daar, je rookt daar, je leeft daar. Maar het is ook geen gezicht om de hele tijd daar te blijven. Het zijn ook hele trieste dingen. Maar dat was de Zeedijk.